Maar ga voor jezelf twee dingen op papier zetten. Traden en investeren. Ga voor jezelf dus een aantal dingen opschrijven om erachter te komen wat jij bent. Ben jij een investeerder of ben jij een trader? Ja. Welkom Cash, ik ben Chris. Ik ben Barry en in deze video gaan we met jullie praten over traden en investeren. En dat is geen verrassing, want daar praten wij iedere dag over. Maar we gaan met jullie praten over het verschil tussen traden en investeren. En in de basis weet iedereen heus wel wat het verschil is. Een trader is dagelijks of wekelijks bezig met het in- en uitstappen en het vergroten van zijn posities. Een investeerder die doet één keer of op basis van deze jaar meerdere keren een investering met een lange termijn visie, met een lange termijn plan. En die maakt zich niet druk om wat er in de tussentijd gebeurt. Maar wij zien heel veel mensen, echt heel veel mensen, die traden en investeren gaan mixen. Die gaan het gigantisch door elkaar gooien en ze hebben het zelf niet eens door. Want als ze vragen, wat doe jij? Ik ben investeerder. Maar elke dag kijken ze naar de koers. Elke dag zijn ze bezig met, oh, had ik maar ingestapt. Oh, had ik maar even verkocht. Oh, had ik maar even dit. Dan ben je een trader. Je moet voor jezelf heel duidelijk gaan stellen wat jij bent en wat jouw doelen zijn. Je moet echt die lijn gaan trekken. Want inderdaad, je begon het al. Heel veel mensen weten wel het verschil. Maar ik denk dan altijd, weten ze het echt? Nee, maar daalt het in? Daar denk ik dat het foutje zit. En dat ze dan gewoon maar denken, ja, maar deze opportunity, dit moment, die is zo nice. Nee, hier moet ik iets mee gaan doen. Ja. Terwijl jij een week daarvoor zei, ik ga hier instappen en ik heb een langetermijnplan. Ja. Maar na een week ga je de plannen aanpassen. Ja, en dat is een veelgemaakte fout. En er zijn er daarnaast ook nog een hele grote groep. Die weet überhaupt niet of ze moeten gaan traden of gaan investeren. Kunnen we dadelijk wel van de chart een klein beetje uitleggen wat een beetje de verschillen zijn. En hoe je dat ook aan moet vliegen. Wat de voor- en de nadelen zijn. Kijk, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Er is ook niet iets per se beter het een of het ander. Weet je, als jij wil investeren, dan ga je investeren. Ja. Als je wil gaan traden, ga je traden. Maar wat je niet gaat doen is... beetje van allebei. Nee. Dat werkt niet. Nee. Dat werkt niet. Allereerst is het heel belangrijk, en dat klinkt heel kinderachtig en heel knullig, maar ga voor jezelf twee dingen op papier zetten. Traden en investeren. Ga voor jezelf dus een aantal dingen opschrijven om erachter te komen wat jij bent. Ben jij een investeerder of ben jij een trader? Ja. Ga voor jezelf eventjes dat duidelijk maken. En als je dat beeld duidelijk hebt voor jezelf, dan kan je al heel veel dingen afvinken en daar moet je je dan ook niet meer druk om maken. Ja, maar mensen moeten ook een klein beetje de moeite gaan nemen. Uiteindelijk, kijk, we zijn nu al een paar jaar bezig met het kanaal en we, op sommige momenten dan heb ik heel veel beginnersvragen gekregen. Omdat ik denk, even kom op. Ik weet ook niet hoe lang mensen nu al hier zitten of binnenkomen. Veel mensen komen dat nu, is ook nu lastig binnen. Om in te schatten. Soms raak ik dan geïrriteerd. Ik krijg een heel kort snel het antwoord. Sorry daarvoor, maar soms gebeurt het wel eens. Ja, maar jij weet niet of iemand net een week bezig is of dat hij al 2 jaar vol. Kijk, dan vraag ik meestal, als ik dan nog wel een gesprekje probeer aan te gaan, zeg ik, ja, wat wil je dan? Ja, geld. Veel geld of zo. Ja, dan denk ik, ja. Weet je, maar heb je al verdiept of zo? Ben je al zelf een beetje onderzoek? Nee, dat wil ik voor jou horen nu. Ja, wat is de magische manier? Wat is de beste manier? En dat zeg ik al, dat heb ik er net al aangegeven. Het wil ook niet zeggen dat traden per se beter is als investeren. Of investeren, dat hangt ook weer van het poppetje af. Ja. Dus er is nooit in traden of in investeren een eenduidig antwoord. Wat voor jullie alle kijkers gelden. Voor iedereen, dat bestaat niet. Dat kan niet. Persoon A kan een veel betere investeerder zijn, omdat hij daar veel beter mee om kan gaan dan persoon B, die een veel betere trader is en misschien zelfs meer rendement maakt als persoon A. Maar persoon A is daar niet geschikt voor om te traden. Dus dat hangt helemaal af van hoe jij in elkaar zit. Klein beetje effort. Nee, het is gewoon heel lastig, weet je. Je moet gewoon echt voor jezelf heel helder hebben, wat zijn mijn doelen? Wat is de tijd die ik erin wil en kan steken? Ja. Wat is de kennis die ik heb? Of ja, begrijp ik hoe de markt werkt? Ja. Maar als je dat niet weet, dan kan je gaan zeggen, maar is alles bepaald? Je bent een trader. Nee, ja. Je wil een trader worden, maar dat ben je nog niet. Je bent op dit moment gewoon aan het investeren. Ja. Je moet echt voor jezelf weten welke kant je op wil. En dat, ja, wij krijgen ook heel vaak van veel mensen dan te horen binnen de community die investeren. Ja. En die hebben bijvoorbeeld een hele grote zak met Cardano. Die hebben zich verdiept in Cardano zelf. Die weten waarom ze in Cardano investeren. Hebben een lange termijn visie en die staan daar helemaal achter. Dat is prima. Dan ben je een investeerder en dan weet je wat je aan het doen bent. Dat is goed. Maar wat gaan ze doen? Cardano gaat omhoog. Cardano gaat omlaag. Cardano gaat, ja, ik ga even verkopen. En Cardano gaat omhoog. Ah. Ja.
die 35 cent, die ga ik niet meer terugzien. En nu? Wat moet ik nu doen dan? Ja, maar wat moet ik nu doen dan? Je bent bezig met traden, terwijl je een investeerder bent. Je weet niet waarom je ergens uitstapt. Ja, je weet wel waarom. Omdat je uiteindelijk lager wil instappen. Maar heb je daar überhaupt technische confirmaties voor? Weet je wat je aan het doen bent qua traden? Weet je of je überhaupt een kans krijgt om weer lager in te stappen? Ze weten het helemaal niet. Ze zijn puur op gevoel. En op de gok zijn ze bezig dat ze hopen hun positie te kunnen uitbreiden. Maar als investeerder investeer je met geld wat jij hebt. Je bent niet je positie aan het uitbreiden door middel van traden. Je bent je positie aan het uitbreiden door middel van te investeren. Maar ik denk dat je daardoor al iets veel eerder iets cruciaals mist. Je mist doel. Dus hetzelfde eigenlijk als ik naar een eindbestemming moet. Maar ik weet de eindbestemming niet. Dan weet ik ook niet hoe ik er moet komen. Precies. Dat is onmogelijk. Precies. En dat moeten mensen echt voor zichzelf gaan uitzoeken. Als je die vraag pas hebt beantwoord, dan kan je eigenlijk pas verder. Ja, als jij in de auto stapt en je weet, oké, ik moet nu van Den Haag naar Amsterdam. Dan rij je van Den Haag naar Amsterdam. Ja. Als jij in de auto stapt en je weet dat je naar een bedrijf moet waar je weet niet waar dat bedrijf zit. En je gaat maar klakkeloos rijden. Ja, dan kom je daar nooit aan. En dat is denk ik een heel belangrijk ding. Dat is je moet echt weten waar die weg naartoe gaat. Je moet echt weten wat je aan het doen bent. Maar het gaat hier over traden. Ja, het gaat over traden, absoluut. Traden, ja, en investeren in ieder geval. Maar goed, we pakken eventjes de Le Chart erbij. En dan gaan we daar eventjes op het gemakje naar kijken. Want wat is technisch nou een beetje het verschil? Wat een trader meemaakt, emotioneel. En wat een investeerder meemaakt, emotioneel. Ja, want ik heb even Bitcoin erbij gepakt voor het gemak. Omdat de meeste mensen, die kennen natuurlijk die chart. Kijken ze bijna iedere dag naar. Je hebt twee groepen. Je hebt investeerders die kopen gewoon Bitcoin en die willen meer geld voor hun Bitcoin terug. Dus dat betekent dat de prijs moet stijgen. Ja, maar laten we dan even uitgaan van de laatste dip die we mee hebben gemaakt. Dus het laagste punt wat nu. We hebben meerdere keren gezegd binnen deze range. Nou, dit is de bodem van de range. Ja. Dit is een mooi punt om te investeren. Ja. Om te starten met investeren. Ja. We krijgen ook heel vaak de vraag, kan ik nu nog instappen? Toen hebben we meerdere keren gezegd, dit is een mooi punt. Kunnen we lager? Ja, die 26 en die 24 hebben we echt in zicht gehad toen we de bodem steeds aantikten. Hebben we ook gezegd, dus konden we lager? Ja. Was het een mooi punt? Absoluut. Oké, daar ben je begonnen met investeren. Stel je hebt spider senses. Je hebt superveel geluk gehad, superveel mazzel. Je bent in de bodem ingestapt. Ja. Echt. Dus je bent daar begonnen met investeren in Bitcoin. Ja. Dan had je naar de top ongeveer 60% kunnen maken. Een kleine 60% rendement kunnen maken. Maar hier komt gelijk het probleem. Ik meet hem nu naar de prijsactie die ik zie op mijn chart. En als ik hem zie op mijn chart, dan is die geweest. Dan kan je hem aanraken. Dan is die een feit. Ja, dan zijn we al gepasseerd. Dan is het een feit. Ja. En dat probleem is, dat is het punt wat je aanraakt. Dit, wat hier gaat gebeuren, hij is nu al weg, maar wat daar gaat gebeuren, dat weet je nu nog niet. Nee, en dat is het. En dat is wat het onzeker maakt. En dat kunnen mensen niet matchen met investeren. Oh, die onzekerheid. Als jij een investeerder bent, dan mag jij die onzekerheid nog eens hebben, want jij hebt een lange termijn doel. Ja. En jij zit daar gewoon in. En de tussentijdse prijsactie moet jij zelfs niet zo heel veel uitmaken. Ja, en de investeerders die dus hier nu in positie zitten en hier zijn ingestapt, die denken nu, ja, maar wacht even, dit is wel heel hard gaan de afgelopen tijd. Maar als ik nou even verkoop en ik kan even toch een tradeje maken. Ik kan hier weer instappen. Ja. Dat zou even lekker zijn als ik dat voor elkaar krijg. Ja. Weet je, dat ga ik doen. Ja. Dat ga ik gewoon doen. Ja. En vervolgens staan we volgende week op 60k. Ja. En dan? Ja, dan denk je, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik mee bezig was. Terwijl als jij nu zegt, oké, ik ga investeren in Bitcoin op dit punt. En ik heb voor mezelf een plan. Je moet een plan hebben, altijd. Dan komen we weer terug op datzelfde verhaaltje over een plan. Is heel belangrijk. Je gaat beginnen met investeren en jouw plan is, oké, op 75k neem ik een stukje winst. In de tussentijd blijf ik deze jaar of blijf ik investeren. Maar op 75k, dan neem ik pas winst. Dat is mijn plan. Dan is wat hier gebeurt tot aan hier, is helemaal niet belangrijk wat daartussenin gebeurt. Want dat is jouw plan en daar houd je aan vast. En toch gaan mensen in die hele prijsactie naar boven. Ah, had ik maar even. Ah, had ik maar even. Had ik maar. Had ik maar. Of wat als. Ja. Het probleem is dus gewoon, op die terugwerkende prijsactie, ook in de toekomst dus. Jij weet niet wat er gaat gebeuren. Ga dus ook niet proberen te voorspellen, want je bent een investeerder. Je bent gewoon overgeleverd aan de markt. Je bent overgeleverd aan de prijs. Jij hebt geen interactie met de prijs. Je kan sowieso de prijs niet beïnvloeden. Sit back, relaxed, ga wat leuks doen. Weet je, zoek een hobby, ga sporten, een boek lezen of weet ik veel wat. Die prijs doet zijn ding wel. Ja. Ben je aan het traden aan de andere kant? Dan moet jij in actie komen. Dan moet jij gaan
inspelen juist op de prijs. Juist. Dan ben je actief iedere dag bezig met de charts. Dan ben je daarna aan het kijken. Dan ben je aan het proberen die posities te vergroten. Maar als je vanaf die bodem inderdaad toch elke dag naar die prijs gaat kijken. Toch elke dag daarmee bezig bent en in en uit wil stappen. Dan wil jij een trader zijn. Ja, dan had je zoiets misschien gedaan. En dan teken ik nu gewoon een paar random swings in. Heb je ze allemaal kunnen spelen? I don't know. Daarvoor heb je je risk management. Net zo. Dat is het verschil. Een investeerder weet niet waar de prijs naartoe gaat. Een trader weet dat ook niet. Het is maar niet wacht een, even, Chris. Een trader dat... die weet toch juist waar hij dat moet instappen en uitstappen? Nee, en die heeft ook geen glazen bol. Dus een trader weet niet precies waar de juiste entry is. Het enige wat een trader anders doet, is het managen van positie. En dat is wat een investeerder niet moet doen. Die moet met zijn klauwen afblijven van zijn positie. Juist. En een trader moet dat actief gaan doen. Dus die moet zijn order kleiner of groter maken door edit, de pace. Die moet zijn risk gaan afdekken door stoplossen, positiegrootte en al dat soort dingetjes. En dat brengt een hele andere dynamiek met zich mee. En daarom moet je absoluut die twee werelden ver uit elkaar gescheiden houden. Kan je op een gegeven moment naar een hybride oplossing investeren en traden? Tuurlijk kan dat. Maar dan moet je wel kunnen traden. Ja, wat wij doen is, wij traden en het excess, het surplus, profit. Gooien we onze investeringen. Ja, dat gooien we naar investeren. En laten we ook gewoon staan. Wij staan soms op onze long-term holding positie ook min weet ik hoeveel procent. Min een huis, zeg ik altijd. En dan ga ik ook niet iedere dag kijken. Wow, ja. Weer een ton verloren. Weet je dan? Nee, maar dat heeft geen zin. Dat is het. Dat is het. En het is gewoon heel erg belangrijk, denk ik, voor jullie om echt voor jezelf duidelijk te maken. Wat ben ik? Dat is echt een vraag die jij jezelf moet stellen. Wat ben ik? Want heel veel investeerders die hebben die fout gemaakt. Ja. En die hebben even de positie gesloten om lager weer in te kunnen kopen. Of eventjes iets gedaan wat eigenlijk niet in het plan zat. Moet je niet doen. Als investeerder maak je een plan, houd je je aan je plan. Klaar. Ben jij een investeerder die iedere week DCA't en een beetje bijkoopt? Prima. Je weet waar je gaat verkopen. Dat punt heb je van tevoren met jezelf afgesproken. Dat is jouw plan. En ben jij een trader? Dan ben je alleen maar bezig met traden iedere dag. En de hybride oplossing is prima, weet je. Als jij als investeerder en als holder wil gaan leren traden, dat kan. Begin heel klein, ga proberen, ga leren. Zorg wel dat je het onder controle hebt vanaf de basis. Beter eerst goed leren en dan uitbreiden dan slechte manieren aan leren en dat laten repareren. Dat kost veel meer tijd. Ja. Wat vooral belangrijk is dit kunnen wij niet voor jullie fixen. Dit kunnen wij niet beantwoorden of dit kunnen wij niet oplossen zolang je zelf niet in ieder geval je eindtarget in zicht heb. Je moet zelf weten, wil ik gaan investeren of wil ik gaan traden? Als je dat weet, dan kunnen we jullie verder gaan helpen. Ja, eerder gaat dat niet. Dat is een heel belangrijk punt. Jij zegt, dit kunnen we niet voor jullie fixen. Wij kunnen jullie alles leren. Wij kunnen jullie alles laten zien wat wij doen. Betekent dat dan dat je net zo winstgevend wordt als dat wij zijn? Nee, want uiteindelijk moet jij het zelf doen. Ik kan je alles vertellen. Maar uiteindelijk zit jij achter de knoppen en moet jij ervoor gaan zorgen dat het voor jou werkend wordt. Dat is het. En is dat investeren of is dat traden? Dat maakt niet uit. Maar als je een van de twee doet, moet je zorgen dat je het goed doet. Anders gaat het je gewoon gigantisch veel geld kosten. Ja. Dat is het. Dat is het. Dat het een hele belangrijke message is en een hele belangrijke video toch wel. Omdat we daar heel veel vragen over... Nou, misschien niet eens direct vragen. Wij merken gewoon aan mensen dat ze met dit probleem zitten. Ja. En dan zeggen wij, ben je een investeerder of ben je een trader? Ja, ik ben investeerder. Waarom ben je dan bezig met traden? Ja, een beetje proberen toch? Ja, maar ook heel vaak bijvoorbeeld, waarom heb je hier gesloten? We gaan toch naar 100k? Ja, natuurlijk gaan we naar 100k, maar... Wij zijn met meerdere dingen tegelijk bezig en hou daar dan ook rekening mee. De vraag die je beter kan stellen is, waarom heeft Berry of Chris dat gedaan op dat moment? Ga dat uitzoeken, dan leer je veel meer van. Goed, ik ben heel benieuwd. Hebben jullie wel eens dit soort fouten gemaakt? Begrijpen jullie dit probleem? Hebben jullie hier ook mee geworsteld in het begin of misschien nog steeds? Of wat ben jij? Ben je een investeerder of ben je een trader? Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Abonneer even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Smash even op de duim. Rank de video weer wat hoger aan YouTube en is een blijk van waardering. Druk je op de bel, krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, Platinum, Excel sheets. Alles vind je terug op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Laters. Laters.